weer voorbij. De colleges zijn begonnen en het is prachtig weer. Dit is dag 2 in Belfast. Martijn, waarom heb je eigenlijk voor gekozen om een semester in het buitenland te gaan studeren? Vooral voor de ervaring, maar ook om mijn Engels te verbeteren. Om hier te leven en om mezelf verstaanbaar te maken in het Engels en daarvan te leren. Het valt me hier toch ook wel op dat heel veel studenten trainingspak bijlopen, een beetje showvol allemaal. Hoe ervaar jij dat? De ballen van Carole zul je niet vinden. De meisjes vooral inderdaad wat je zegt, ja, bimbo-stijl, dat zie je wel goed lopen. En ja, jongens inderdaad in trainingspakken, dus wel heel, heel erg anders dan thuis, toch? Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Hoe zit het nu met het conflict in Belfast? Je hebt de protestanten aan de ene kant en de katholieken aan de andere kant. Katholieken die willen dat Noord-Ierland bij Ierland gaat horen. En dat dus op niet geheel geweldloze manier doen, door aanslagen te plegen hier. En de protestanten aan de andere kant die willen dat Noord-Ierland bij het Verenigd Koninkrijk gaat horen. En wat merk je nou van dat conflict nog in het dagelijks leven? Je merkt het vooral in West-Belfast dat de katholieken die gaan naar katholieke winkels en supermarkten. En de protestanten die naar hun eigen winkels en gemeenschap gaan. Dus het dagelijks leven is vooral best wel gescheiden. We zijn nu hier in West-Belfast en dit is de wijk waar de strijd tussen de protestanten en de katholieken het hevigst heeft gewoed. En om mij heen zijn allerlei muurschilderen aangebracht om de mensen aan de strijd te herinneren. En Martijn, voel jij je eigenlijk al veilig hier in Belfast? Ik voel me heel veilig in het gedeelte waar de universiteit zich bevindt. Maar hier hoeven studenten gelukkig niet te komen, omdat het is hier gewoon heel schrijnend. Ja, dat kun je wel zien. Nou, met al die verschillende internationale studenten samen te wonen? Heel leuk, heel leuk. 'S Ochtends aan de ontbijttafel spreken we elkaars rare gewoonten door en hebben we rare Franse avonden, Amerikaanse avonden, et cetera. Ja, we doen bijna alles samen. We zijn echt een familie wat dat betreft. Samen boodschappen doen, samen koken, samen eten, samen slapen, dat zei ik niet. Nog niet? Nee, zeker niet. Je weet wat nog gaat komen. Martijn, hartstikke bedankt voor deze leuke dagen in Belfast. Hele fijne tijd nog gewenst. Dankjewel. En terug naar Nijmegen.